We staan hier bij kinderboerderij Eilandsteden. De mensen dachten dat het helemaal gesloten was in verband met de vogelgriep. U bent hier om even duidelijkheid te scheppen. Ja, we zijn ook een tijdje echt helemaal dicht geweest. Want de eerste maatregelen die... Er is dus vogelgriep in Nederland. Het eerste wat je doet op het moment dat dat geconstateerd wordt in Nederland... Dan kondig je een standstill af. En dat betekent dat er geen vervoer mag zijn van kippen... Kippenmest, kippenvoer. Dus eigenlijk alles wat eventueel een bron kan zijn van besmetting, zorg je dat dat niet vervoerd kan worden. Dat betekent voor onze boerderijen dat omdat wij hier kippen hebben, dat wij onze kippen dat die een tijd lang gewoon op bedrijf moeten blijven. Nou ja, je kan aan de posters zien dat deze stal gesloten is, de kleine stal. Door de ramen kan je nog wel een beetje de kippen zien en de vogeltjes. En merken ze eigenlijk die verandering, zeg maar? Het enige wat anders voor ze is, is dat ze op dit moment niet in hun buitenverblijven kunnen. Dus een iets kleinere ruimte hebben, maar wij hebben al zulke ruime hokken. Ja, ze zien er gewoon uit alsof ze zeggen van laten we eens een eitje leggen. In het park hebben we wel ganzen, we hebben andere gevogelte. Hoe wordt dat gecontroleerd? Nou, er wordt in Nederland wel regelmatig ook wilde populaties aan eenden en ganzen. En nu bij Sminten dus hebben ze dus iets ontdekt. Dat wordt regelmatig ook door het ministerie of door de... Ik weet niet precies wie dat doet, maar dat wordt in ieder geval regelmatig gecontroleerd. Het is ook zo dat mensen niet direct ziek worden van die vogels. Of die kans is heel klein. En dat is met name is dat risicovol voor de mensen die met die ganzen en die eenden werken. Dus als je niet regelmatig knuffelt met een eend in het park, en dat kan bijna niet, want dan is er eigenlijk niks aan de hand. Begrijp je ook de angst van de wijkbewoner van vogelgriep? Er zijn een aantal virusstrengen van de vogelgriep die besmettelijk zijn voor de mens en waar de mens ook echt ziek van kan worden. De kans dat je dat oploopt is echt heel klein. Dan moet je al heel nauw contact hebben gehad met die vogels die al ziek zijn. En dit is gewoon een voorzorgsmaatregel. Er is geen kip ziek, er is geen vogel ziek. Het is gewoon om te voorkomen dat kippen ziek worden. Het is te voorkomen dat onze dieren ziek worden en dat door de bezoekers dat dan verspreid gaat worden, zeg maar. En jij hebt nergens last van, hè? En hoe lang denkt u, verwacht u, dat deze maatregel nog voortzet? De maatregelen zijn nu ingezet tot, en dat is een 21 dagen regeling. Dat komt voort omdat je, als er 21 dagen geen uitbraken zijn, dan is een soort van aanname dat het onder controle is, dat het er niet meer is. En daarom is het 21 dagen en dat is nu ingezet tot 14 december. Je moet altijd de nieuwste gevallen afwachten en dan wachten wij gewoon ook op wat het ministerie zegt.